Gorik Hageman, docent Duits op het Reinhard College in Hulst, is de beste leraar van Zeeland geworden. Hij kreeg vandaag de wisselbokaal overhandigd door Jacqueline Lupker, de winnares van vorig jaar. Ja, super blij! Het is echt niet te beschrijven hoe blij we zijn. Zoveel geprobeerd en zoveel gedaan om het te lukken en is het gelukt. Ja. We zijn ermee begonnen met posters. We zijn begonnen met heel de school. Je kan niet door de school lopen zonder die foto te zien hangen. Dat is echt... En daarna zijn we gaan promoten via WhatsApp, Facebook en mails. En iedereen werd gevraagd om te stemmen. De campagne leverde maar liefst 2300 stemmen op voor Hageman. Ongeveer 300 meer dan voor nummer 2 Erik Bokelaar, biologiedocent van de Nehalenia in Middelburg. In totaal kwamen op de PZC-redactie 7000 stemmen binnen. Heel veel leerlingen zeiden dat ik hen altijd positief benaderd heb. En ik vond dat eigenlijk voor mezelf, ja, ik ben wie ik ben. En ik ben nu eenmaal zo. Ik ben voor mijn vak heel erg enthousiast. En het feit dat leerlingen dat nog altijd weten, ook oud-leerlingen, van goh, toen wij bij u in de klas zaten, u was een fijne leraar, we konden alles aan u vragen. En mocht er iets zijn, had u altijd begrip ervoor. Ja, ik vind dat dat een belangrijk item moet zijn. Dat is mij het meeste bijgebleven, dat ik die lijn gewoon moet voortzetten. En dat dat enorm door leerlingen geapprecieerd wordt. Dus. Vader Hageman, een gepensioneerde bakker, kwam vandaag naar het Reinhard College om een zelfgemaakte taart te brengen. Lieve kinderen, ik ben de vader van de beste leraar. Het laatste woord was voor de winnaar zelf. Eigenlijk is dit jullie beetje. Want jullie zijn de beste leerlingen van Zeeland.